Welkom bij een speciale editie van Nieuwsflits in Beeld, NFB. Mijn naam is Vanessa Draaisma en naast mij zit dominee Roel Blakman. Hij is de assistant to the president op het gebied van evangelisatie. Dominee Roel Blakman is een van de coördinatoren als we praten over comité 130 jaar Adventisme. En dan denken wij gelijk ook aan homecoming, onze homecoming van dit jaar. Dominee Blakman, welkom. Bij deze speciale editie. In de periode van 26 juli tot en met 10 augustus, onze homecoming periode, is er een speciale week. En die week noemen wij, we gaan praten over Bijbelse waarheden, maar het heeft een speciale naam. En die naam is? De S-doctrines week. De S-doctrines week. Wat houdt de S-doctrines week eigenlijk in? Laat me eerst, dank u wel voor de gelegenheid om hier dit programma te mogen promoten. De S-doctrines, dat zijn de meest in het oog springende leerstellingen van het kerkgenootschap der Zevendedagse Adventisten. En heel bijzonder beginnen ze in het Engels allemaal met een S. Deze week, die zal gaan van 4 tot 10 augustus, zullen wij 7 van deze S-doctrines presenteren. Jammer genoeg past het niet allemaal in het Nederlands met de S. Ja, ja. Maar dan zijn we toch wel benieuwd. Welke zijn die S-doctrines? Welke onderwerpen zullen behandeld worden? Ik zal enkele noemen. De schrift, scripture in het Engels. Dan heb je salvation, dat is verlossing. Ja. Je hebt dan Sabbat en schepping. Je hebt de sanctuary boodschap, het heiligdomsleer. En natuurlijk de wederkomst van Jezus Christus, wat second coming heet in het Engels. Wij hebben u verteld dat het onze homecoming is. Maar als ik zeg onze, dan weet u nog niet allemaal wie onze is. Dus door wie wordt dit georganiseerd? Binnen het kerkgenootschap wordt dit voornamelijk getrokken door de voorzitter van de organisatie, pastor Guno Emanuelson. En ik mag daarbij assisteren. Hij is het die dus het hele programma leidt. Er is een speciaal comité die het hele homecomingsproces begeleidt. En deze S-doctrines is een speciale is een speciaal onderdeel daarvan. En daar is de voorzitter de trekker van. Dus door het kerkgenootschap des Zevendedagse Adventisten. Ik ga ervan uit dat er niet maar één spreker zal zijn. Want het zijn, als ik het zo hoor, zijn het zware onderwerpen. Maar onderwerpen die wel belangrijk zijn. Dus kunt u enkele sprekers even noemen? Het zijn hele bijzondere onderwerpen, vind ik zelf. Sprekers, dan denken wij aan de voorzitter zelf die een onderdeel zal verzorgen. We hebben Enrico Karg, dat is de secretaris van de Nederlandse Unie der Zevendedags Adventisten. We hebben zuster Ingrid Wijngaarden, die haar dochtertitel heeft behaald op het gebied van landbouw. Zij zal ook een onderdeel verzorgen. Zij zal het hebben over de schepping. Dan hebben we pastor Ian Kirk, die hier een poosje heeft gewerkt. Hij komt uit het Caribisch gebied. En natuurlijk pastor Lloyd Chakot, geen onbekende in de Surinaamse samenleving. Hij heeft een x-aantal jaren hier gewerkt ook. Voor wie is deze week bestemd aan presentatie, dus de S-doctrines? Voor wie? Wie is de doelgroep? In de algemene zin is dit voor alle Surinamers, alle gelovigen in Suriname. Maar in het bijzonder, u hoort het homecoming. Gaat het om zij die zeg maar hier gewerkt hebben en het werk verder zijn gaan voortzetten in het buitenland. Dat ze terugkomen. En hier te landen richten wij ons ook op hen die we een hele tijd niet hebben mogen begroeten binnen de kerk. Dat ze hoop terugkomen. We missen ze en we zien ze graag terugkomen. Zeker weten.
Ik wil toch wel even vragen aan u, de inhoud, enige inhoudelijke indrukken geven. Want u had het over salvation, dus redding, de Sabbat, schepping. Kunt u daarop ingaan? Nou, we beginnen met de schrift. Mm-hmm. Om toch te benadrukken dat binnen het kerkgenootschap der Zevendaagse Adventisten, de Bijbel en de Bijbel alone, sola scriptura, de hoofdzaak is het woord van God, waarin Jezus wordt gepresenteerd. Dan gaan we het hebben over salvation, verlossing, verlossing door genade, genade alleen. En we gaan het ook hebben over de schepping en Sabbat. We leven in een tijd waar evolutie de boventoon wil voeren, maar wij willen benadrukken dat we schepselen zijn van God. En natuurlijk het hoogtepunt is dus de wederkomst van Jezus. En daar gaan we mee eindigen in KKF. Onze hoop in de spoedige komst van Jezus willen we dus zeker benadrukken en stimuleren. Een nieuwsgierige vraag. Bent u een van de sprekers? Ik mag een van de sprekers zijn. Ik mag even, ik zal het hebben over het heiligdom, sanctuary, daar in die S weer, en het onderzoekend oordeel. Ik hoorde u daarnet zeggen KKF. Dus de laatste presentatie, dat is 10 augustus, wordt gehouden in KKF. Juist. Maar de andere presentaties dan? De andere presentaties worden gehouden in onze hoofdkerk aan de Eddie Brumastraat tegenover Parima. Van zondag tot vrijdag, elke avond vanaf 7. En, maar dan willen wij de districten gaan via hun Zoom, digitale media, Zoom, het bekijken. Maar we willen dus op zaterdag 10 in grote getalen bijeenkomen in KKF. Nou, dat zal een conventie worden. En het onderwerp de laatste dag is? The Second Coming, de wederkomst van Jezus Christus. Dat is wel een mooie afsluiting. Gepresenteerd door pastor Lloyd Chacot. Dat is wel een mooie afsluiting. Zeker weten. Heeft u misschien het laatste motivatie voor alle gelovigen om aanwezig te zijn vanaf 4 augustus om die S-doctrines mee te maken? Beste gelovigen, de S-doctrines week heeft ook ten doel om ons eraan te herinneren waarom wij binnen het kerkgenootschap der Zevendaagse Adventisten hebben gekozen om God te dienen. We willen ook dus onze band met hem verstevigen. Maar als we onze band met God verstevigen, willen we ook onze band met elkaar verstevigen. En vooral de hoop op zijn spoedige komst in Jezus Christus, van Jezus Christus, benadrukken en levend houden onder ons. Wees dus aanwezig. Wees dus aanwezig, zegt dominee Roel Blackman, assistant to the president op het gebied van evangelisatie. En met deze motiverende woorden sluiten we de speciale editie van NFB af. We hopen u te zien bij de S-doctrines presentatie 4 tot en met 10 augustus. En om even te benadrukken, onze homecoming 2024 is vanaf 26 juli tot en met 10 augustus. Dank u wel voor het willen kijken en God zegen.